De politie krijgt in januari 2022 een nieuw uniform. Dit tenue zal qua uitrusting en vormgeving het uitdagende werk dat de politie doet moeten verlichten. Dit vertelde de voorzitter van de Surinaamse Politiebond, Raoul Hellings, dinsdag tijdens een persconferentie op de politieacademie. De voorzitter informeerde zijn collega's ook over onder andere de nieuwe voorzieningen die zijn beloofd door de overheid. Uiterlijk 1 januari 2022 de politie zal beschikken over een nieuw uniform. Het is een tactical uniform dat niet alleen goedkoper is, maar dat op zich ook toepasselijker is of de uitvoering van het praktisch politiewerk heel goed of beter ten goede komt. Het huidige uniform zal dan verworden tot een soort ceremonieel tenue voor hoogtijdagen, maar voor de dagelijkse operationele politiezorg zal het dus dan uiteindelijk worden een tactical gear. Hellings zegt verder dat de heersende schaarste aan kleding en schoeisel tot het verleden zal behoren. Het wensenpakket van de politieorganisatie bevat zaken die al jaren spelen en nu eindelijk worden aangepakt door de werkgever.